Daar is ze dan, eindelijk. En niet met een privéchauffeur of met de bekende geblindeerde touringcar, maar met haar eigen trein. Maanden van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan. Dan moet je hem aan de rechtse kant zo strak mogelijk langs die deur houden, Wilbert. Ja, dat is goed. Geen gemakkelijke klus, want musea uit heel Europa leenden hun topstukken uit aan het Spoorwegmuseum. En dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Achter naar rechts. Bijvoorbeeld een vrachtwagen mag niet overdag door Utrecht. En we mogen 's nachts geen dingen in het museum doen. Dus dat overlap, daar kunnen we niks meer. Dus dat is wel lastig. Maar daar hebben we allemaal wel oplossingen voor gevonden. Maar als een trein eenmaal langs alle obstakels in de stad is gekomen, moet de vrachtwagen nog wel even naar binnen kunnen. Als je met treinen werkt, dan weet je dat je wel ruimte moet hebben. Anders moet je het niet doen. Toen we dit gebouw gingen maken, toen hebben we ook echt hele grote deuren gemaakt. Je kunt overal hier rijden met vrachtwagens. Dus we zijn er wel eigenlijk op voorbereid met alles. Achter naar rechts toe, Arm. Deze trein uit België past maar net door de deur. Ja, die moet weg, want je komt hier gewoon de ruimte tekort. En dus moet de trap er even uit. Uiteindelijk kunnen de rijtuigen uit alle windstreken opgesteld worden. Zoals die van de Engelse koningin Adelaide uit 1842. De Portugese koningin Maria Pia. En de rijtuigen van koning Christian IX uit Denemarken. En dat is nog maar een kleine greep uit alle koninklijke treinen. Toch kun je je afvragen of het reizen met de trein nou zo praktisch was voor de royals. Want de tsaar ging met de trein zijn dood tegemoet. Frans Ferdinand ging met zijn trein zijn dood tegemoet. Keizer Wilhelm ging met de trein de geschiedenis uit. Dus ook dat soort dingen belicht. Gelukkig arriveert koningin Beatrix vanmiddag heel huids bij het Spoorwegmuseum. Heel klein cadeautje. Alle puntjes zijn nog net even op de i gezet als ze eindelijk de tentoonstelling komt openen. Vanuit de hele wereld is de pers neergestreken om verslag te doen van deze bijzondere tentoonstelling. En de koningin geniet zichtbaar van al het moois. Ze heeft geen idee van wat er zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld om al die rijtuigen vandaag koninklijk te presenteren.